Het was op een mooie zomerdag een paar jaar geleden dat we op weg waren naar Oudewater. Het is toch aardig om met dit winterse gouden weer even een zomerse dag te beleven, vindt u niet? We hadden beter moeten weten, maar dat merkt u vanzelf. We hadden dat filmpje even moeten aanpassen aan inmiddels verrichte verfraaiingen aan Oudewaterse monumenten. Zoals ik zei, het was op een mooie zomerdag dat we op weg waren naar Oudewater. En dan kun je niet mooier gaan dan langs de Lange Linschoten, een helemaal overhuifd riviertje waar het romantische Huis de Linschoten te vinden is, dat ooit aan Johan de Witt heeft toebehoord, door zijn nazaten in de 18e eeuw verbouwd en nu al meer dan een eeuw onbewoond. Het is dan ook helemaal leeg. Het is het eigendom van een stichting die het park met bijzondere planten volstrekt gesloten wil houden. Daarom zit dat heks op slot. De bocht van de Lange Linschoten geeft ruim zicht op het land de snelrewaartse kant uit. Mooi om naar te kijken. Maar de bijen hebben natuurlijk meer belangstelling voor de bloemetjes van de engelwortel. Ieder het zijne. De weg langs de Linschoten noodt tot fietsen en wandelen. Het is misschien wel het mooiste weggetje van de wereld. En je kunt met een bruggetje naar de overkant om nieuwsgierig te weten te komen of het daar nou net zo mooi is als het er van deze kant uitziet. En daar is het bruggetje. Echte landouwen zijn dit, vindt u niet? Pastorale landouwen, op de grens van Zuid-Holland en Utrecht. Waterlelie in de Linschoten en witte eendjes in de gracht. Zo raakt een mens onvermoed in de stad. Er staan een heleboel leuke dingen vlak bij elkaar in Oudewater. Ginds achter de ophaalbrug staan een paar 17e eeuwse koopmanshuizen uit Oudewaters rijke tijd, toen de stad de belangrijkste touwleverancier was van de vloten van de grote koopvaart. De tijd dat Holland een wereldmacht was. Die tijd. Daar waar de Linschoten in de Hollandse IJssel stroomt, daar hebben zich meer dan 1000 jaar geleden op de hoge oevers de Waarden bewoners gevestigd. Die oude Waarde, of Oudewater, ging het al vroeg voor de wind en kreeg al stadsrechten van de bisschop van Utrecht in 1265. Er kwam een kerkje, er kwam een grote toren die eigenlijk meer een verdedigingstoren was. Dat kerkje was Romaans en werd gesloopt. Het materiaal is nog terug te vinden in de voet van de toren, baksteen en tufsteen. De Sint-Michaëlskerk is tussen 1960 en 1967 gerestaureerd en er zijn allerhande dingen die in de loop der eeuwen waren verdwenen of veranderd, teruggebracht in de originele toestand. In het middenschip werden de fundamenten aangetroffen van dat Romaanse kerkje uit 1100 en kon men vaststellen dat de kerk werd vergroot tot een gotische kruiskerk rond 1250 en in 1500 tot de huidige driebeukige Hallekerk. Bij de grote restauratie zijn dichtgespijkerde ramen hersteld en opnieuw beglaasd en is er een 17e eeuwse preekstoel uit de buiten gebruik gestelde Nieuwkerk van Dordrecht hierheen overgebracht. Een groots herstel was voltooid.
Vrede is rijkdom, 1643, liet de opdracht Treverens een gevel metselen. Hij moet een grote optimist geweest zijn, want pas in 1648 maakte de Vrede van Münster een einde aan de 80-jarige oorlog. Tegenover de kerk staat het huis met rode luiken, een prachtig huis dat met het dwarsgevel naar de straat staat. Het is vroeger de pastorie van de Sint-Michaëlskerk geweest en heeft in de boogvelden mooi metselwerk. Dit huisje aan de markt is wat luguberder. Het is de vermaarde heksenwaag, waar in de 16e eeuw niet alleen hennep voor de touwslagerijen werd gewogen, maar ook vrouwtjes, beschuldigd van hekserij. Omdat heksen konden vliegen op een bezemsteel en dus geen gewicht hadden, wilden al die onschuldige wijfjes gewogen worden. Zie je wel, ik ben geen heks. Op de andere hoek van de gasthuisstraat het Arminiushuis uit 1601. Boven de vensters schelpsculpturen en ertussen een beeld van vrouw Justitia. De vensters hebben glas in loodramen en je kunt precies zien hoe die zijn vastgezet aan de bronzen roeden. Gewoon een knoop in het lood. Gezicht vanaf de markt die eigenlijk een brede brug is over de Linschoten. En als je je omdraait, zie je dit huis, de 9 koppen aan de donkere gaard. De koppen zitten in 9 consoles in het pui en kijken allemaal wat gekweld. Het geheel stamt uit 1611 en was in die tijd bedoeld als kaaspakhuis. Ook hier weer dat typische metselwerk in de boogvelden boven de ramen en sierlijk gesmede muurankers. Oudewater staat vol met zulke monumenten. Propvol. Dan komt het onvermijdelijke. Mijn excuses. Maar het stadhuis van Oudewater is inmiddels veel mooier geworden dan we het u nu kunnen laten zien. Alle beelden en gevelstenen zijn opnieuw geverfd in de originele heraldische kleuren. De steengrijze leeuwen op het bordes zijn weer okergeel en ook de wapenschilden zijn vrolijk beschilderd. Ik had natuurlijk even terug moeten gaan, maar hoe kom ik in dit jaargetij aan zulke zonnige plaatjes? Om de hoek van het stadhuis vindt u overigens deze prachtige grachtenhuizen en deze onwaarschijnlijk prachtige gracht. We eindigen met de piepkleine ruïne van het huis te Vliet. En dat is toch een waardig slot.